Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onstage. Vandaag de gast Roland van Café De Speeltuin. Roland, als ik zeg muziek en café, dan denk ik gelijk aan dit café. Hoe komt het zo? Wij richten ons toch een beetje op andere doelgroepen dan de rest van de stad. Wij spelen nog steeds rockmuziek. We draaien rockmuziek. Dat vinden wij belangrijk om dat naar voren te brengen. Vooral dat we hebben heel veel cafés hier in Breda. Een beetje 538 en dat soort dingen. Het is een beetje het commerciële gebeuren. Wij hebben veel live muziek, dus dinsdagavond hebben we een jam sessie. En op vrijdagavond hebben we elke vrijdag hebben we 2 bands bij Friday on the Rocks. En dat zijn eigenlijk bands, komen overal uit Nederland, kan, weet je wel. Maar kunnen ook internationale acts zijn, maar dat is uit Duitsland of België, Engeland. Een tijdje geleden ook een band uit Kroatië gehad. Die zijn dan op doorreis en die hebben zoiets van, nou dan pakken we toch even de speeltuin erbij, weet je wel. We liggen toch op de route naar noorden. Dus wij ademen eigenlijk wel muziek en live muziek. Het is ook natuurlijk een hele mooie springplank voor lokale bands. Zo van bijvoorbeeld McSwordfish, At First, The Spark, Dare, die hebben hier ook gestaan. Weet je. Die komen ook weer terug. Dat is een beetje een thuishaven hier. En die kunnen ook van hieruit ook doorgroeien. We plaatsen meestal geen coverbands. Gewoon willen echt bands hebben, eigen muziek en dat voor alle kans geven. En hoe belangrijk is het voor de stad Breda dat zij zoiets als dit hebben? Nou, ik denk dat het heel fijn is dat beginnende bands ook, van als ze uit hun oefenruimte komen, toch ergens een podium hebben om eens te gaan staan. Maar ook gewoon diverse bands uit heel Nederland eigenlijk. En wat ik net zei, ook wel regelmatig internationale acts. Dat er gewoon een laagdrempelig poppodium is. Je hoeft hier geen entree te betalen, Friday on the Rocks. Bij andere poppodia hebben ze dat meestal wel. Ik denk dat het een stukje toegevoegde waarde is voor Breda. Ja. En is dit dan het enige café, zeg maar, of ben je voorstander van dat er nog 3, 4 cafés? Nee, ik vind het juist prima dat er andere cafés zijn, ook met initiatieven, bands, weet je wel. Er wordt nu ook al veel gedaan, dus dat is wel nodig, weet je wel. Want ik vind dat live muziek, dat moet je houden in een stad als Breda. Ik weet het is de stad van de DJ's, zeggen ze, weet je wel. Maar in elk café een DJ zetten, daar word je ook een beetje lam van. Dus ik heb zoiets van, en juist rockmuziek willen wij onder de aandacht brengen. Je zei toen straks al van, er komen inderdaad bands uit Estland of uit Kroatië. Hoe benaderen jullie die dan? Want ze zijn hier inderdaad op doortocht, maar bellen jullie dan of komen die zelf ze langs? Ze komen meestal, weten ze wel, ons te vinden. Ook via POB natuurlijk, want dat is onze samenwerking. Doen we al jaren met Herman Sibon van POB. Jarenlange samenwerking, succesvol. En ook op die site wordt dat aangemeld, maar ook bij Facebook, bij de speeltuin. Dus er zijn bands. Is ook een podium en die weten, oh ja, er speelt aan. Of die horen het via. Komt ook voor natuurlijk. Ronald, dankjewel voor het interview. En dan schakelen wij over naar de Popcorner. Hallo beste kijkers. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Onstage. Vandaag te gast bij ons zijn Joshua en Mara. Zeg ik dat goed? Ja. En welk nummer gaan jullie als eerste voor ons spelen? Het eerste nummer heet Ruthless. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier. Yes, dankjewel. Rise.
Guys, jullie gaan hier zo meteen optreden, maar wie zijn jullie nou precies? Wij zijn The Shed. Wij zijn een rockband. We staan vanaf 2009. En een beetje in de stijl van Pearl Jam, Foo Fighters. Eigen werk. Alleen maar eigen werk. Treden jullie hier wel eens vaker op of is dit echt de eerste keer voor jullie vanavond? Ja, dit is eigenlijk een beetje onze stamkroeg aan het worden, onbedoeld. Dus ik denk dat het de vijfde keer is dat we hier staan. Keer, ja. Maar het is altijd heel gezellig bij Ronald, dus dat is wel heel erg leuk. Joshua, Mara, leuk dat jullie bij ons te gast zijn. Ja. Yes. En jullie zijn ook best wel vrij jong, hè, begreep ik. Ja, ik ben 16. Ik ben 17. Ja. En hoe lang maken jullie al muziek samen? Eerste keer dat we... Ja, dat was gewoon de eerste keer dat we überhaupt afspraken samen. Dat is dan ongeveer 3 jaar geleden nou. Zoiets. En toen begonnen we gelijk echt aan muziek. Maar hebben jullie altijd wel het idee gehad dat je iets in de muziekwereld wilde gaan doen? Ja, nou ik... Ja. Sowieso, ik ben begonnen met zingen toen ik ongeveer 2 was. Dus dan is het gewoon een hobby natuurlijk. Maar zodra je een beetje weet dat je er ook echt serieus iets mee kan doen, is dat wel gewoon een soort van droom geweest, ja. Ja. Ik heb 4 jaar pianoles zelf gehad en van 4 tot en met 8, toen ben ik gestopt. En daarna ben ik, voor mij eind 8, ben ik echt zelf gaan produceren met programma's en zo. En sindsdien produce ik nu dus zeg maar al... Bijna 6 jaar, volgens mij. Ja, jullie zijn natuurlijk een stelletje, dus dan zou je samen kunnen beginnen op de school. Ja, dat zou leuk zijn, ja. Dat zou mooi uitkomen, ja. En even voor de toekomst, hè. Als ik aan jullie vraag, waar zien wij jullie over 10 jaar terug? Hopelijk met wat meer optredens. Ja. Veel gigs, zeg maar. En, veel muziek blijven maken. Veel grotere feesten en zo. En ik heb een tijdje terug heb ik op Los in het Bos gedraaid. Dat was al een van mijn grotere feesten voor mij, zeg maar. En dan mag ik volgend jaar weer terugkomen. En dan denk ik wel dat we ook samen wat live dingen willen doen. Mm-hmm. En dan is het feest misschien zelf ook al meer gegroeid. Dus gewoon proberen zo ver mogelijk te groeien en meer feesten draaien en meer mensen bereiken met muziek. Dat is gewoon wel waar we naartoe willen natuurlijk. Ja, en natuurlijk contacten en connecties fixen. Ja. Ah, jullie zijn in ieder geval al hard op weg. Jullie zeiden al dat je binnenkort met een nieuw album wil komen. Kun je daar iets over vertellen? Begin volgend jaar. Ja. Hopen we. Hopen we, want zover is de hele release tijd nog vol, zeg maar. Dus ja, met gewoon singles en zijn muziek, want hij maakt natuurlijk ook gewoon zelf muziek zonder mij. Dus daar wil hij ook natuurlijk gewoon mee door blijven gaan. Dus begin volgend jaar als het allemaal lukt. Ja, we gaan natuurlijk zo meteen even kijken naar een van jullie nieuwe nummers. Mm-hmm. Hoe heet het nummer? Het laatste dat we gaan spelen is Satisfied. En die komt 22 september uit. Ja. Reclame. Nou, dan gaan we daar in ieder geval heel veel van genieten. Dankjewel. Veel succes straks in de toekomst. Ja. En dan schakelen wij over naar Hans Kapier voor de Popdokter. Vandaag ga ik het als Popdokter hebben over de succesvolle Bredase DJ's. Breda is al jaren natuurlijk een broedplaats voor DJ-talent. De meest voorkomende muziekstijl die wordt geproduceerd door de Bredase DJ's is house. Voorbeelden van Bredase DJ die bekend zijn in de house scene zijn DJ Denek, Rehab en DJ Shuano. En het bekendste voorbeeld is Hardwell natuurlijk. Op dit ogenblik is de vrouwelijke DJ Dina flink aan de weg aan het timmeren. Voorbeelden van Bredase DJ's in andere stijlen zijn Tommy Walkeren in de electro scene en DJ Biggie die vooral urban muziek maakt. De meest bekende muziekstijl in de DJ-wereld is misschien wel trance. Het duo W&W komt uit Breda en natuurlijk de wereldberoemde DJ Chesto. En tot zover deze Popdokter.
Beste kijkers, dit was alweer de aflevering van On Stage. Heb jij net zo'n muzikaal talent als Mara en Joshua? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres. Misschien dat we jou in de volgende uitzending terugzien. Voor nu bedankt voor het kijken. En we gaan nog één keer uit met één nummer voor jullie. Yes. Hoe heet het nummer? Dit nummer heet Satisfied. Heel veel plezier. Thank you. Listen, you must forget. So unsee me. Leave before I can regret that I fucked up. But does it count if I already am a sin? Try to learn, but the wicked will find his way back in. If I could, I made you blind, like you did with my mind. Made me wait for your time, that you never left behind. Face to face when days went by, but I would never ask you why. Whatever I did for you, you were never satisfied. The truth, then start to bend it. What the hell makes you so wrong that you hold me back from moving on? Now it's my turn, but how can I fight when my faith is gone? If I could, I made you blind, like you did with my mind. Made me wait for your time, that you never left behind. Face to face when days went by, and I would never ask you why. Whatever I did for you, you were never satisfied. I'm tired, I overtried. Tragedy was meant to be. Overdosed by your disgrace, hunt me down and took my place. I am tired, I overtried. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Breda nu. Je weet het meteen.